zit er nog. Gelukkig. Goedemorgen jongens en welkom in deze wintervlog. Vandaag een heerlijke, cozy, gezellige, kalme, rustgevende vlog voor jullie. Ik neem jullie lekker mee op mijn dagje vandaag. Er ligt heel veel sneeuw buiten. Dus we gaan sowieso even in de sneeuw spelen. Heel koud. Dit is heel koud, ja. Heel koud. Heel koud. Heel koud. De sneeuw is heel koud. Ja. Ik had echt super veel honger vanmorgen. Dus ik heb 2 boterhammen met gebakken ei gemaakt. En wat tomaatjes. Ik probeer meer groente te eten. En wat amandelen. Pap. En Evie eet pap. Met een cracker. Met een cracker. En wat ga je drinken? Daar. 2 handjes. Moet je even de cracker wegleggen. Even de cracker neerleggen. Yes. Dan heb je 2 handen. Nou, dus dat. Ik heb niet heel veel plannen. We gaan nog even naar de winkel zo op de fiets. Goed stevig inpakken. En verder gaan we het wel zien. Ja. Dus, enjoy. Ja, klaar om handen te wassen? Dit spul jongens voor schrale wangetjes van de vrieskou en van de verwarming en zo is echt super goed. Wil je crème op? Even. Ja. Een zeester. Een zeester? Ja. Een kerstster. Pak hem maar. Dit bedoel ik. Die bedoel jij. Zal ik hem straks weer terughangen? In een gat. Ja, met het gat, hè? Ja. Oké. Okay. Mama, geef hem. Dankjewel. Een zeester. Is het een zeester? Kapot. Lijkt wel een kerstster. Nee. Nee.
Evi had nog zo'n honger. Wat zeg je? Knuffel. Ach, meisje. In de Albert Heijn. Ja. Lopen in de Albert Heijn. Dan fietsen we er naartoe en dan kan jij lopen in de Albert Heijn. Is dat een goede oplossing? Oh ja, even de fiets opruimen. Super. Ja, daar hoort hij. Ja. Ik heb 4 dozen van deze soepstengels gehaald. Deze zijn echt zo goed. Deze zijn echt enorm lekker. Ik heb nog een rood hoofd van de kou. Alsjeblieft. Ja, dit zijn dus sesam.
sesamstengels van de Albert Heijn. En de ingrediënten zijn ook gewoon echt helemaal goed. Oh, dat is ook goed. Ga maar lekker zitten. Wat erin zit is tarwemeel, dus dat is volkoren. 23% sesamzaadjes, olijfolie, gist, zout en gerstemoutextract. Dat is wat erin zit. Dus dat zijn 1, 2, 3, 4, 5, 6 ingrediënten die gewoon allemaal helemaal prima zijn. En ik vind ze ook enorm lekker. Evi noemt het dus pico's, omdat we altijd... altijd deze als snackie voor Evi. Nou, dat zijn dus volkoren pico's. Hier zitten ook trouwens hele prima ingrediënten in. Maar deze zijn echt een stuk minder lekker. Door die sesamzaadjes en deze zijn echt gewoon super super goed. Nu komen we nooit bij de Albert Heijn. En dit is ook helemaal uit de route. Dus we komen daar bijna ook nooit in. Zo. Dus we komen daar ook bijna nooit in de buurt. Dus daarom heb ik gewoon gelijk 4 pakken gekocht. Zodat we een poosje vooruit kunnen. Even kijken. Verder heb ik lekker croissantjes gekocht voor de lunch. En deze heksenkaas, vegan heksenkaas, lag in het kortingsschap. Dus ik dacht, ja, hoe goed is het om die soepstengels met die heksenkaas te proeven. Dus dat gaan we even gelijk doen. Die ligt dan in het schap omdat die over datum gaat of zo. Ik zal eens kijken hoe lang die nog houdbaar is. 6. Morgen. Morgen gaat deze over datum. Nou, helemaal prima. Eet ik er vandaag van. We eten er morgen van. En heel misschien overmorgen. Wil je er nog één? Alsjeblieft. Oké, dit is echt zo goed. Wil je ook even dippen? Maar goed, lekker, lekker even tegen de verwarming aan. Oh, en ik merk echt in deze koude, donkere maanden, heel logisch volgens mij bij heel veel mensen, dat je een beetje in jezelf gekeerd raakt. Of in ieder geval in huis gekeerd, iets minder activiteiten buiten de deur natuurlijk, minder buiten überhaupt. Ja, en dat maakt me dan zo dankbaar voor alles wat we hebben of zo. Ja, in het dagelijks leven is het zo makkelijk om, of in het dagelijks leven heb ik dan de neiging om te focussen op wat we niet hebben en dingen die we graag willen bereiken qua werk, qua huis, qua familie, gezin. Ja, ik weet niet. Dat nu zo wat kalmere dagen en veel thuis en veel cozy en warmte en familie, dan besef ik me hoe veel ik eigenlijk heb en hoe ontzettend dankbaar ik daarvoor ben. En tegelijkertijd word ik van dat soort realisaties ook altijd een beetje bang, omdat ik dan gelijk bang ben om het te verliezen. Als je blij bent met een heleboel dingen, ben je ook automatisch een soort van kwetsbaar dat je het, of als je het niet meer hebt of zo. Ja. Ja, daar ben ik de laatste tijd gewoon meer mee bezig. Maar besef me dat ik gewoon zo'n bevoorrecht mens ben op deze aarde. Met alles wat we hebben, met alle. Gewoon hoe ons leven eruit ziet, hoe comfortabel alles is. Jeroen heeft superleuk speelgoed voor Evi gemaakt. Het is gewoon een houten balkje met een paar haakjes. En dan zitten er een paar elastiekjes bij. En daar kan ze echt, echt heerlijk mee spelen. Ik zal het laten zien. Ja, van dit soort momentjes krijg ik dan echt een beetje tranen in mijn ogen. Ik ben een heel sentimenteel persoon, maar daar waren jullie vast al lang achter. Ik hou er ook van om een beetje
gewoon een beetje sentimenteel te worden van alle liefde en verdriet en kwetsbaarheid en alles, alle emoties die ik voel. Dus ja, dat is mooi. Zo, Evie is lekker aan het eten en ik ben even lunch aan het maken. Evie wilde graag croissantjes. Ik heb zelf niet zo'n zin in croissantjes, maar meer zin in iets warms. Dus ik dacht, nou, ik maak even een soort snelle linzen curry-achtig iets. Dus ik heb een linzig, rode splitlinzen, een beetje wortel en een beetje bleekselderij erin gedaan met wat curry en curcuma en peper. En zometeen doe ik er nog wat peterselie bij en wat zonnebloempitjes. En ik denk dat dat een hele fijne, warme curry soep-achtige lunch is. Zo, Evie gaat lekker slapen. Het is nu 1:01. En ik ga lekker niks doen. Dan dus je lekker op de bank liggen. Even chillen. En dan gaan we straks denk ik even knutselen. Want ze heeft hele leuke stickers gekregen. Even kijken. Oh, ik heb heerlijk gechilled, jongens. Ik heb ook deze halve zak leeg gegeten. Met deze. Het is zo goed. Het is zo chill. Maar het is inmiddels iets van 1,5 uur later. En Evie slaapt nog steeds. Ja. Dus ik heb nu lang genoeg gechilled. Ik ga even de was afhalen. Misschien even het eten voorbereiden. Gewoon even weer wat dingetjes doen. Ik heb hier de spergieboontjes, die zijn klaar. Hier ben ik wat kip aan het koken. Ik wilde morgen een pasta maken, spaghetti met tonijn. Super lekker. Volgens mij heb ik het recept al wel eens een keertje gedeeld hier. Ik heb alleen geen tonijn in huis, dus ik dacht dan kook ik de kip en dan ga ik het gewoon shredden. Dus dan zijn het gewoon allemaal kleine stukjes en dan lijkt het in ieder geval qua structuur op tonijn. Dus het smaakt natuurlijk anders, maar dan gooien we dat gewoon morgen door de pasta heen. En als we dan morgen moe uit werk thuis komen, dan hoeven we alleen even pasta te koken en even snel de saus door elkaar te mikken, wat echt super easy is. Evie is ook wakker. Ga je inpakken? Lekker bedhead. En ik heb hier nog even een guacamole gemaakt en wat tomaatjes gesneden. We eten vanavond taco's. Dan bak ik wat gehakt, bonen erdoor, tomatenpuree erdoor, easy peasy en super lekker. Wil je dat wel eten, taco's? Ja. Ja, dat is lekker hè, taco's. Taco's in je handen. Ja. Yum. En opeten. En opeten, wat een goed idee. Alright, het is nu 7:00. Evie ligt lekker in bed. Die gaat zo slapen. Ik zit op de bank en ik ga nog even editen. Ik ben echt heel moe. Ja, maar het was een chill dagje. Het was lekker terug cozy dagje. Ik hoop dat jullie het ook een leuke vlog vonden. En dan zie ik jullie in de volgende. Bye!